In Luieren is de collectie van 144 stoommachines geveild die tot vorig jaar in het bezit was van de acteur Ton Lensing. 1200 guilders, 1300. Lensing, die er jaren over heeft gedaan om zijn verzameling bijeen te krijgen, wist over zijn machines boeiende bijzonderheden te vertellen. Oh, tenminste, dat frappeert mij, dat ze zo prachtig van vorm zijn over het algemeen. Tenminste, de oude machines. Die meestal grotendeels met de hand gemaakt zijn, op een paar onderdelen na, zoals voetjes die gegoten werden en zo. Maar verder werden ze praktisch helemaal met de hand gemaakt. Dit is een hele oude machine uit de Bing-fabriek uit Nuremberg. Ik schat hem ongeveer 1870. 1500 guilders. Lot 59. 3000. 3200. 3400. 3600. 3800. 4000. Met de veiling door Christie's is de unieke collectie nu over de hele wereld verspreid geraakt. Want behalve uit Nederland kwamen er kopers uit Engeland, West-Duitsland en zelfs uit Japan. Nou ja, dat is alles wat je eigenlijk van een stoommachine verwacht, hè. Het bewegen en het draaien en het ruiken en de stoom. Ja, deze is ook geschikt om dingen aan te drijven. Je kunt de mannetjes aandrijven zoals hier. Een werkplaatsje. Je kunt ook hele andere dingen aandrijven, molentjes of dynamo's. Alles wat op stoom ging, dat is nagemaakt door de speelgoedindustrie. Animal at 4600. 4600.